ladies and gentlemen, welcome to Lourdes Airport. Oh.
Lekker, hè? Lekker. Nou, 10 euro of nou? Let's go.
Met onze overleden broeders en zusters, ja, dat allen die u lief waren, die veneer zijn ingegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen erin te mogen zijn, met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid door Christus onze Heer. Amen. En hem schenkt gij alles wat goed is in deze wereld. Amen. De grootste schacht voor u noemen we de kloof. Daarin daalt u af naar de rivier. Tijdens uw bezoek leert u door de diversiteit van de geologische landschappen hoe een grot wordt gevormd en of het een levende grot is of een dode. Maar ook u gaat de berg opkruisen, net als de rivier. U bent de grot binnengekomen in het departement Pyrenees Atlantiek. Zoals de reusachtige klok voor u, die als een koepel in het uitgaat. Het is de holle stalactiet van monumentale afmetingen. Zoals alle druipsteenformaties danken zijn vorm aan het geduldige werk van het water. U ziet het water rond de klok sijpelen. Druppel voor druppel. Ongemerkt wordt de koepel al maar groter. Druipsteenformaties ontstaan volgens een heel eenvoudig principe. Iedere druppel die door de rotsen sijpelt, lost op zijn reis een heel klein beetje kalksteen op. Calciumcarbonaat, om precies te zijn. Wanneer de waterdruppel aan het plafond van de grot opdroogt, verhardt de kalksteen en wordt een kleine afzetting gevormd. Wat vond u ervan vandaag? Geweldig. Ja, mooi? Interessant, ja. Mooi, hè? Ja. Op een gegeven moment dacht ik ben in het binnenste van een orka. Orka? Ja, Jonas in de walvis. Jonas in de walvis. Nou ja, je kan inderdaad alles erin zien. Ja, je hebt alleen niet of wat. Nou, dat is helemaal een magische truc. Wat is je vast truc? Ik doe een magische truc. Nee! Ja, wel. Oh, wijsje! Oh, wat een stiekte! Oh, wat een wijsje! Oh, wat een stiekte van wat zijn dit? Wat is dat? Het is een lichtje van mijn huisbroek. Oh, het is een lichtje. Kom eens, Spanje. Wat een verrassing! Oh, wat leuk! Nou, moet ik ook in antwoord.
geweldig. Ik vind daar nooit op gerekend, joh. Nee, ik ook niet. Jij ook niet. Hoogsmogen. Leuk. Oh, is het mooi hier? Geweldig. Lekker warm. Ja. Heel koud. Oh. Ja. Dat was een hele speurtocht om hier te komen. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Oh. Als je het niet weet. Wat een mooie plek hier. Amen.
niet alleen om te zonnen hier, hè? Het is echt ongelooflijk. Ik heb het toch? Het is niet alleen om te zonnen, hè, mevrouw Tuinstra? Ja. Ze slaapt toch een beetje. Oh. Ze doet het erom. Ze doet het erom. Ze kan de lachen toch niet houden. Heerlijk hier ook. Ja. Thank you.